Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers, maar vandaag ook conservator van een expositie van Jan Wolkers in Oegstgeest, in kasteel Oud-Poelgeest. Wat is het beeld dat je wil oproepen met deze expositie van Jan Wolkers? Ja, vooral een beeld van schoonheid toch, maar ook een beeld van melancholie en ook het beeld dat het past om juist werk van Wolkers hier te hangen. He, Wolkers is geboren in Oegstgeest, deze plek, kasteel Oud-Poelgeest, was heel belangrijk voor hem. En het is natuurlijk een mooi idee om dan zijn latere beeldende werk terug naar Oegstgeest te brengen op deze locatie. En het resultaat vind ik ook eigenlijk buitengewoon gelukkig. Het hangt hier fantastisch, alsof het er altijd is geweest. Maar het moet weer weg. Ja, dit blijft hier 10 dagen. En daarna moet het terug. Dus deze schilderijen die bevinden zich behalve deze waar wij voor staan. Die is uit de collectie van de Lakenhal. En die hangt daar permanent op zaal als het museum tenminste weer open gaat. En de andere schilderijen zijn allemaal nog in de collectie van Carina Wolkers. Dus die gaan terug naar Texel. En hoe moeilijk was het om een keuze te maken uit? Want ik weet niet hoeveel schilderijen hij heeft gemaakt. Maar hij staat bekend als iemand die heel veel boeken heeft geschreven in ieder geval. Dus hoeveel heb je moeten zeggen, nou doe dit maar niet? Nou ja, dit is natuurlijk inderdaad een bescheiden keuze uit nog veel meer werk. Maar ik vond het op de een of andere manier niet zo heel moeilijk. Ik wist zeker dat ik dit grote gele doek hier wilde hebben, omdat het geschilderd is in de kleur van de tulpenboom. En die tulpenboom die stond hier oorspronkelijk op het terrein. Hè. Boerhaaf heeft een tulpenboom geplant. Een stekje daarvan staat bij Wolkers naast een atelier op Texel. En de kleur van de herfstbladeren van de tulpenboom, die zijn inspiratiebron voor de kleur van dit doek achter mij. En want hier in een vitrine die nu buiten beeld is, maar waar ik naar wijs, ligt zijn laatste penseel en de laatste verftube nog. Dus ik wist zeker dat ik dit wilde hebben op inhoudelijke gronden. En ik wilde verder deze zaal vullen met schilderijen die op eenzelfde manier geschilderd zijn. En die ook, net zo goed als dit doek, de natuur weer spiegelen. Dus aan de andere wand hangen de 4 jaargetijden. Er hangt een winterdoek en een herfstdoek in diezelfde pasteuze manier geschilderd. Dus dat wist ik eigenlijk wel. Was het niet zo moeilijk om te kiezen. Want ja, ik denk de meeste mensen kennen Jan Wolkers toch als de schrijver. En van boeken die, zeker natuurlijk in die tijd toen ze jaren 60 gepubliceerd werden, nog wat stof deden opwaaien. En misschien is de schilderkunstenaar minder bekend. Heb jij het idee van dat hij eigenlijk in beide even goed is en eigenlijk evenveel waardering verdient? Wat hij zelf altijd zei was dat hij een schrijver was in die volgorde. En als je zijn biografie bekijkt, dan klopt dat ook wel. Want Wolkers is vlak na de oorlog opgeleid als beeldhouwer. Hij heeft op de Academie in Den Haag gezeten en op de Rijksacademie in Amsterdam heeft hij ook afgemaakt. Hij had als jonge kunstenaar allerlei openbare opdrachten. En als jongen van 16, 17 dwaalde hij hier door de bossen om dit kasteel. Dan droomde hij ervan om schilder te worden. En hij is ook altijd blijven schilderen. Want deze schilderijen zijn uit zijn laatste jaren. Dus voor hem waren die talenten even belangrijk als het schrijverschap. Alleen in de ogen van het publiek kan ik me goed voorstellen dat het anders is geweest. Hij is in 1962, toen hij Kort Amerikaans publiceerde, in één klap van een arme beeldhouwer een rijke en succesvolle schrijver geworden. Maar wat is het meeste, als je nu terugkijkt op al die jaren dat je eraan gewerkt hebt, dat je zegt, hoe is het beeld voor jezelf veranderd van Jan Wolkers? Ja, het is misschien niet zozeer veranderd als wel verrijkt. Volgens mij is de Wolkers die ik beschrijf in de biografie niet heel anders dan de man die ik leerde kennen. Maar het is wel zo dat tijdens de bestudering van alles wat ik ben tegengekomen, die geschiedenis enorm veel kleur en beweging heeft gekregen, om maar eens een schilderterm te gebruiken.